Roland Goedgeluk, potentieel woningzoekende. Je bent eigenlijk op zoek naar een huis in Kanaleiland. Ja, in de buurt van Kanaleiland. Ik ben uit Witte Vrouwen weggegaan. Ja, de arbeidsmarkt wil niet altijd tegenzitten. En dan moet je een alternatief zoeken. Nou, Overvecht kende ik al, het Oosten ook al, Lombok ook al. Blijf er over, Kanaleiland. En dat is natuurlijk een heel turbulente wijk. En als geograaf vind ik dat wel interessant. Nou ben je op een soort kennismaking eigenlijk in Kanaleiland om te kijken wat is het nou voor wijk? Wat zijn nou de plekken die me aanspreken? Waar let je dan op? Ik let eigenlijk altijd op twee dingen. Ik let eigenlijk op de kwaliteit van de woning, want uiteindelijk moet ik in een woning wonen. Als er veel rotzooi op straat is, let ik daar ook op, want dat zegt mij iets over of mensen de publieke ruimte eigenlijk een gemeenschappelijke ruimte vinden. Het is een enorme lijst, maar ik wou het bijna samenvatten in een woord als diversiteit of gemêleerdheid of iets dergelijks. Ja, en een groot woord is ook verrassing. Ik vind verrassing van belang. En verschillend soort volk. Uiteindelijk zijn het mensen die de stap maken. Ja, we hadden het net, Ronald, we hadden het over letten op auto's, op hoe de woningen eruit zien. En hier viel je iets anders op, hè? Hier is het duidelijk de kwaliteit van de fietsen, maar met name het ongelooflijk onbeheerd staan. Er staan kapotte fietsen, etc. Dat betekent dus dat niemand zich in dit geval over de publieke ruimte bekommert. Ja, we kwamen de hoek om en je zei meteen iets over de brug. Ja, mensen, laten we wel wezen. Dit is gewoon Brooklyn, New York. Je hebt nieuw gebouw, oud gebouw. Je hebt die brug die er overheen dendert en je kijkt over het water heen. Nou, ik ben 1 of 2 keer in New York geweest en dan zie je hoe dat hele gebied van Brooklyn, aan de andere kant van Manhattan, zie je helemaal opbloeien. Nou, dat is in feite wat hier aan de hand is. Dit is ook een ontmoetingsplek. En dan kom je mensen op straat tegen en dan zeg je, goeiedag. Dus toevallige ontmoetingen moet je doen. Alleen ja, in deze tijd hebben we niet meer kleine winkels. De economie is anders. We hebben gewoon winkelcentra. Het is niet anders. Dus moet je iets anders verzinnen. En ik denk dat het eigenlijk voor een deel gewoon van burgers zelf moet uitgaan. Alleen je moet leren hoe je dat moet doen. Dat weten we eigenlijk denk ik niet meer. Maar nou, dit is wel een gebied wat zich daar goed voor leent. Hè? We staan in de Amsterdam-Rijnkanaal, de Arkzone. Ja. Eigenlijk van noord tot zuid helemaal opgeknapt als een soort boulevard. Ja. Vind je dat geslaagd? Ik zou me kunnen voorstellen dat in de zomer en wat mooier weer hier behoorlijk aardig wat geflaneerd kan worden. Want flaneren is natuurlijk ook zien en gezien worden. Dat is de trucendoos. Ik zou me dat kunnen voorstellen. Ik weet dat niet precies, maar als ik hier woon, zal ik daar zeker gebruik van maken. En wat is er nou mooier dan water? Met wat dieselgeuren. Ja, en je zoekt toch naar een woning. Ben je op zoek naar plekken waar je welkom bent? Nou, hier staat het gewoon op de muur. Ja, ik zag daar iets staan. Ik hou van jou. En bienvenido. En in een aantal bienvenu, dat snap ik ook. Vitami, dat zal wel Pool zijn. Maar dat moet hem worden dan. Ja, dat zou kunnen. Op zich zou het prima kunnen. Want een van mijn hobby's is water wonen en bij het water wonen. Dus qua plek zou het ideaal zijn. Er waren lang sloopplannen voor dit gebied. Ja. Het wordt nu weer opgeknapt. Wat doet dat met de mensen die hier wonen? Ik denk dat een deel van de bevolking die misschien hier woont, daar misschien niet 1, 2, 3 problemen mee heeft. Het kan best zijn dat ze genoegen nemen met toch een lage huur. Dat is in deze tijden toch prettig. Maar je eist dan toch wel van je corporatie dat minimale kwaliteit van het onderhoud wordt gedaan. Dat was een van de klachten gisteren. Laat eens zien wat je precies gaat opknappen en wanneer je het gaat doen. En kom het dan ook gewoon na. Want dan kun je daar ook een beetje op plannen. Dus Mitros, ik zou zeggen, zo'n bijeenkomst die gisteren en ook Portaal en Boek, zo'n bijeenkomst die de gemeenteraad gisteren heeft georganiseerd, doe dat gewoon 1 keer per maand. Laat iedereen met elkaar praten, zorg voor taart, gebak en allerlei andere ongein. En ik ben ervan overtuigd dat binnen een half jaar, als je goede informatie levert, dat een heleboel chagrijn uit zo'n gemeenschap weg is. En bovendien ontmoeten die mensen elkaar. Ik hoor hier een beetje een verhaal van we missen het wijgevoel. Ja, het wij is ook wijkgevoel. Die twee dingen hangen ontzettend met elkaar aan. Dus als je een beetje clever bent, dat is helaas met een C en niet met een K, dan maak je van de wijk echt iets met een C, iets heel slims. Doe het gewoon samen.